Vandaag gaan we het hebben over de witwolfwortelen, over een klantvraag die we regelmatig krijgen. Namelijk, ja, ik heb witwolfwortelen besteld en ik ben eigenlijk niet tevreden, want ze zijn rot. Nu, witloof is een natuurproduct en ja, ik wou daar kort dit filmpje toch wel even over maken om daar wat uitleg over te geven. Wij hebben inderdaad, wij verkopen twee soorten witwolfwortelen, gekoelde en niet gekoelde. En de gekoelde, dan is dat eigenlijk normaal dat er eigenlijk een beetje een geur aan hangt aan die witwolfwortelen. Waarom? Ga ik je kort in dit filmpje uitleggen. Dus witloof wordt eigenlijk gezaaid in het voorjaar. Je krijgt dan een wortel met loof op. Dit wordt uitgedaan bij de boer ergens rond oktober. En dan wordt die wortel uitgedaan uit de grond. Die wordt afgesneden. En het loof wordt eigenlijk ook afgesneden. Zoals dat je hier kan zien, op ongeveer een tweetal centimeter. Dat is het ideale. Nu, de witloofwortelen die wij in deze zakken hier verkopen, dat zijn witloofwortelen die dan nog een keer een rustperiode in een frigo ondergaan hebben van 10 dagen. Wat doet dat oude loof dan op 10 dagen? Ja, dat is hetzelfde als een krop sla die in een frigo zit. Nou, dat gaat eigenlijk, ja, dat gaat wegteren. En dat is eigenlijk de geur dat je waarneemt en ook dat rot. Maar dat is niet zo. Dus als je hier kijkt, dat is eigenlijk het normale proces. Het loof dat nog een beetje blijft staan, dit gaat eigenlijk weggaan. Dit moet wegrotten. En nu gaat daar een mooie nieuwe krop witloof op terechtkomen. Wanneer is witloof wel rot? En dat kan altijd even voorkomen. Het is en blijft een natuurproduct. Op het moment dat je je wortel hebt en dat je dit induwt en dat je echt met je duim erdoor duwt. Dat is natuurlijk niet toelaatbaar. Maar het feit dat hier van boven, die 2 centimeter, dat dit begint weg te rotten, dat is eigenlijk volstrekt normaal. En dus heeft geen enkel probleem om verder witloof te telen. Het alternatief is de witloofwortels die rechtstreeks van het veld komen. Die zien er eigenlijk mooier uit, omdat dat rottingsproces nog niet volledig ingewerkt is. Maar eigenlijk is dat volstrekt normaal en gaat dat daar eigenlijk ook gebeuren, naarmate dat de tijd zich vordert. Dus, conclusie, hier het feit dat die 2 centimeter, dat die blaadjes wat beginnen wegrotten en dat dat een geurtje geeft, dat is geen enkel probleem. Een witloofwortel die rot, dat is effectief de wortel zelf, als je die probeert in te duwen, dat je duim er blijft in staan, dan spreek je van rotte witloofwortels. Goed, kijk, alvast bedankt.